Umro geeft aan dat de reissector de afgelopen tijd zwaar achteruit is gegaan. De situatie verergerde alleen maar door de zware regens van de grote regentijd en het uitblijven van de beloofde steun door de overheid. Heel veel reisgronden zijn nog onder water. Wij zijn maanden verder en er is niets gedaan om het probleem te verhelpen, klinkt Umro zwaar teleurgersteld. De saaischema begint op 1 november. Vandaag is 23 oktober. Tot nu toe heeft het ministerie van LVV niks gedaan. Geen enkel kanalen, geen enkel dammen, niks gedaan. Pompgemaal dit en dat, je hoort dat de wakkaipompen zijn al in orde. Maar oké, wakkaipompen zijn al in orde, ik ben blij. Ik had er altijd dat voorstel gedaan. Maar men moet rekening houden, de Nanny Swamp is nog vol. Probeer de aanvoer- en afvoerkanalen op te schonen. Dat de boeren kunnen water trekken en ze kunnen hun grondwerken doen om te gaan inzaaien. Maar alle primair aanvoer en afvoer zijn dichtgegroeid. En u hebt de sluisdeuren en sluizen, die zijn ook kapot. Die gaat ook niet dicht. Dus wij hadden altijd aan het bel getrokken. Umro is niet te spreken over de handeling van LVV-minister Seudien. De boer is van mening dat de bewindsman onder één hoedje speelt met importeurs en enkele parlementariërs. Als je niet oplet, is het deze minister die ervoor zal zorgen dat alles misloopt binnen de reissector, wees Umro de beschuldigende vinger. Maar wat ik zie, dat deze minister is helemaal verkeerd bezig. Hij gaat deze reissector laat kapot gaan. En wie gaat er onder lijden? Die arme boeren. Als de arme boeren niet gaan verdienen, hoe gaat zij hun gezinnen verzorgen? Hoe gaat zij hun schulden betalen? Voor alles moet je even nagaan. En dat gebeurt het. We hebben de president al geïnformeerd hierover, maar omtrent hierover hebben wij nog helemaal geen antwoord. Denk je dat dit komt doordat het ministerie niet echt expertise in huis heeft omtrent alle sectoren wat de LVV regadeert? Nou kijk, het ministerie van LVV moet bepaalde deskundigen hebben. Reissector aparte deskundigen, veeteelt aparte deskundigen, visserij aparte deskundigen. En deze minister heeft niks, hij neemt alleen zijn eigen mensen erop. Umro zegt dat als deze trend zich voortzet, de regering genoodzaakt zal zijn om zelf rijst te importeren. De boeren zullen namelijk alleen kunnen voorzien in hun eigen onderhoud en de samenleving niet meer kunnen voorzien.